dames en heren, welkom op ondertussen al de tweede editie van onze virtuele Astroclub. En ik vrees een beetje dat die nog een tijdje virtueel zal moeten gebracht worden vanuit ons kot. Tot zeker eind juni zitten er geen kansen in om grote activiteiten op de sterrenwacht te laten doorgaan. Grote groepen zoals die Astroclub. Nadien is het toch een beetje aarzelen. Begin juli starten ook onze jongere cursussen. We hebben al besloten van die voor kleinere groepen te geven. Maar de frequentie wordt verdubbeld. In plaats van 2 jongere stages komen er 4 deze zomer. Zodanig dat we de aantallen hanteerder kunnen houden. Begin juli is er ook de zonnekijkdag. Nog een beetje afwachten of dat die gaat kunnen doorgaan en onder welke omstandigheden. In augustus dan de jaarlijkse midzomersterrennachten. We doen mee met de Nuit des Étoiles uit Frankrijk. Dan zijn we weer al een maandje verder. Maar dus voor de klassieke astroclubavonden op de Volkssterrenwacht zelf, zal het toch al wachten worden tot september. En de editie van vandaag is eigenlijk een beetje een vervolg op die van de vorige keer. Toen hadden we het over lichthinder. Wat is lichthinder? Wat zijn de belangrijkste bronnen van lichthinder? Hoe evolueert het? Wat kunnen we er eventueel aan doen? Welke betere verlichting, betere afscherming is er mogelijk? En als het allemaal niet gaat, waar kan je nog een donkere hemel vinden? In België, in Europa. En vandaag gaan we nog een stukje verder. Vandaar ik had de als lezing titel willen geven Op zoek naar de ultieme donkere hemel. Maar eigenlijk mag ik eraan toevoegen, we hebben ze gevonden. Enfin, wat mij betreft tenminste, moet ik niet meer verder zoeken. Dit land. Ik weet niet of dat u de vlag en de kaart herkent, maar over welk land hebben we het hier? Wel, Namibia. Dames en heren, dit is geen schrijffout. Het land waar we het over hebben, volgens hoog opgeleide personen, heet dit Namibia. And I'm greatly honored to host this lunch, to be joined by the leaders of Côte d'Ivoire, Ethiopië, Ghana, Guinea, Namibia. Namibia's health system is increasingly self-sufficient. Maar ik geef toe dat meer ordinaire mensen zoals u en ik het wellicht beter kennen onder deze volledige naam Namibië. En over Namibië, sterrenhemel in Namibië, de omstandigheden en bij uitbreiding ook voor zijn buurlanden, laat dat duidelijk zijn, daar willen we het in deze Astroclub met u over hebben. Voor wie het niet zou weten liggen, mensen zoals meneer Tromp, heel zuidelijk in Afrika, enkel Zuid-Afrika ligt daar nog onder, grenst aan even fascinerende landen als Botswana, als heel korte grens Zambia, en net niet ook met Zimbabwe, maar vooral grenst het ook aan Angola, wat qua toeristische bestemming iets minder evident is. Ligt natuurlijk niet bij de deur, dus vandaar sterrenkunde mag je een beetje beschouwen als het ultieme alibi, de ultieme excuus om toch ver op vakantie te gaan. En waarom willen we dan zo ver gaan? Wel, om een donkere hemel te vinden die inderdaad niet zo evident meer is. Dat zagen we in de vorige editie al, als we op deze satellietbeelden gaan kijken. Grote delen van West-Europa, grote delen van Noord-Amerika, grote delen van Azië. Eigenlijk overal waar dat er een grote bevolkingsconcentratie is en toch een zekere welstand, wel, die combinatie zorgt voor een teveel aan verlichting en dus een zware degradatie van de kwaliteit van de sterrenhemel. Wat vind je dan wel nog betere hemels? Wel, bijvoorbeeld in de Sahara-woestijn. Maar dat is dan weer een beetje lastiger door de enorme temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Heel veel stof en zo en toch niet echt de meest bereikbare vakantiebestemmingen. De binnenlanden van
Australië bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen het binnenland van zeg maar Brazilië of Congo. Maar dan zit je met een ander aspect, het klimaat. Daar komen we straks op terug. Maar dat zijn tropische gebieden, dus met grote vochtigheid op sommige momenten. Wat te veel wolken, dan mag je nog een donkere hemel hebben, maar dan zie je ook geen sterrenhemel. Gaan we dat in detail gaan bekijken, waarom lukt het dan wel met Namibië? Wel, een groot land, heel weinig bevolkt. Je hebt een paar grotere bevolkingsconcentraties, en zeker dan de hoofdstad Windhoek. Maar goed, qua aantal inwoners is dat eerder te vergelijken met een stad als Gent. Een paar kleinere steden, hè, zeker aan de kust, hè, Walvisbaai, Zwakopmund. Zwakopmund moet je bij gelegenheid eens bezoeken. Dat is bijna een Fata Morgana. Hè, dus je rijdt er naartoe, dwars doorheen de Namibwoestijn. Kilometers en kilometers zand, stof, droog, geen enkele vorm van bewoning, geen tegenliggers ook. En dan in de verte, letterlijk als een Fata Morgana, zie je Zwakopmund. Maar ter plaatse is die Fata Morgana nog veel erger, want je waant je op sommige plaatsen gewoon ja, ergens in het Zwarte Woud in Duitsland. En dat ga je wel nog merken, zeker naar de zuidelijke helft van Namibië. Die Duitse connectie die zit er nog heel sterk in. Er wordt ook heel veel Duits nog gesproken. En dat is toch wel bijzonder, want eigenlijk is het al meer dan 100 jaar geen Duitse kolonie meer. Het is trouwens de eerste locatie waar de Duitse troepen verloren hebben in de Eerste Wereldoorlog. Dus sindsdien zijn ze een kolonie kwijt, maar die band zit er nog heel sterk in. Je gaat ook merken, hè, we gaan naar het einde van de lezing een aantal astrofarms bezoeken, waar dat je letterlijk kan gaan overnachten en de plaatselijke telescopen gebruiken. Duits is daar ook de eerste voertaal. Naar het noorden merk je ook wel dat daar de bevolkingsdichtheid een pak groter is, omdat het daar ook vruchtbaarder is, omdat het subtropisch is. Dus sowieso voor de sterrenkunde is dat al een minder interessante locatie. En ja, hoe druk je dat uit? Wel, we moeten hier een klein beetje technischer zijn. Dit toestelletje, Sky Quality Meter, SQM-meter, zit sowieso altijd in mijn bagage. Het is eigenlijk een soort van voor de sterrenkunde gemaakte lichtmeter. Je houdt dat liefst recht omhoog. Je doet liefst een paar metingen om dan het gemiddelde te kunnen bepalen. En daarmee meet je eigenlijk de donkerte van de hemel. Wel, het is een logaritmische schaal, dus dat betekent als het één stapje donkerder is, dat het heel veel donkerder is. Net zoals de magnitudeschaal, waarmee dat we de helderheid van sterren meten ook, één stapje hoger is eigenlijk 2,5 keer zwakker. Wel, iets dergelijks geldt ook voor die SQM-metingen. Wel, hier in de regio, zeg maar de noordrand van Brussel, halen we typisch een SQM-meter van 18,5. Op donkere nachten kunnen we voorbij de 19 gaan. Ik heb het nog gemeten op de Nacht van de Duisternis, als er inderdaad heel veel verlichting in de buurt gedoofd was. Ietsje meer dan 19. Op de donkerste plaatsen in Vlaanderen, zeg maar de Westhoek, de Noorderkempen, het Meetjesland, ook de Vlaamse Ardennen, daar heb ik iets meer ervaring, haal je op goede nachten rond de 20 of 6 nog ietsje beter. Ga je naar de Ardennen, kan het 21 of 6 iets meer bereiken. Wel hier, de allerdonkerste plaatsen in Namibië, gaan we naar 21,5 en beter, 21,8. En dat zijn kleine verschilletjes als je die cijfermatig ziet, maar door die logaritmische schaal blijkt dat in de praktijk heel veel donkerder zijn. Maar dat is eigenlijk maar één maat, en eigenlijk meet je alleen maar hoe donker het recht naar boven is. Wat op die plaatsen in Namibië ook gaat opvallen, zeker als je het vergelijkt met de donkerste plaatsen in de Ardennen, is dat het ook naar de horizon toe heel donker is, dat je niet overal zo van die lichtkoepeltjes hebt, of verwaarloosbaar eigenlijk. En dat is meer dan een anekdote, maar het is dus zo dat je moet bij voorkeur recht omhoog meten.
Op sommige momenten van het jaar staat daar het helderste deel van de Melkweg vanuit Namibië recht boven je hoofd. En als je dan gaat meten, dan gaat je donkerte afnemen. Niet omwille van de menselijke kunstmatige lichtvervuiling, maar gewoon omdat het daar zo donker is dat zelfs het licht van de Melkweg ja, al voor een soort van lichthinder gaat zorgen. Maar dat is wel een droombestemming als je dat kan vertellen. Tweede factor, donkere sterrenhemel mag dan wel goed zijn, maar om te kunnen sterren kijken moet het ook helder weer zijn. En dat is een beetje moeilijker. We hebben eigenlijk geen wereldwijde gegevens van betreffende het aantal donkere nachten. Wat we wel hebben daarentegen, en meer, zijn gegevens over het aantal zonnige dagen. Omdat we op zoveel plaatsen zonnepanelen beginnen in te zetten. En daarvoor is het wel nuttig om te weten van, ja, maar wat mag ik verwachten als rendement van mijn zonnepanelen? Als we dit bekijken voor België, dan geen grote verrassingen. Aan de kust is het inderdaad. Niet alleen Armand Pien vertelde dat, maar de statistieken wijzen het ook uit. Daar heb je ietsje meer uren zonneschijn. Dus in de orde van 10-15% vergeleken met de slechtste plaatsen, zal ik maar zeggen. Je hebt ook een iets beter rendement, bijvoorbeeld helemaal het zuiden van België. De Gaume, de Belgische Lotharingen, de streek van Virton, Arlon, zoiets. Terwijl naar de Hoge Venen toe zou het net ietsje minder zonnig zijn. Maar dat zijn allemaal geen grote verschillen, 10-15%. Ga je vergelijken met het zuiden van Frankrijk bijvoorbeeld, dan komt er al gemakkelijk 50-60% meer uren zonneschijn bij. Zeker dan de Rhône-delta, naar Marseille, naar Arles, naar de Camargue toe. Ook plaatsen in de Pyreneeën, ook Corsica bijvoorbeeld, niet te onderschatten. Ga je het op Europese schaal bekijken, dan heb je daar een paar uitschieters. Het zuiden, natuurlijk, dat is ook logischer. Hoe zuidelijker dat je gaat, ook hoe meer uren zonneschijn dat je kan hebben op een jaar. Maar je merkt toch duidelijk het zuiden van Turkije, Cyprus, het zuiden van Creta. En dat zijn eigenlijk zo de drie locaties die een beetje met elkaar wedijveren, ook op toeristische redenen, van waar heb je het meeste zonneschijn. Het zuiden van Creta hebben we al gezegd, het zuiden van Sicilië, maar daar heb je ietsje meer lichthinder. En dan het zuiden van het Iberisch Schiereiland, de streek van Almeria bijvoorbeeld in Spanje, de Algarve in Portugal. Wil je nog ietsje beter? De Canarische eilanden, La Palma, Tenerife zijn zeker in het oog springende locaties. Vergelijkbaar ook met de Sahara, maar goed, ja, toeristisch is dat wellicht iets minder interessant. Ga je het op wereldschaal bekijken? Ah, wel, dan komen we dan terug op die locaties waar we het al over hadden. Dus waar lichthinder en heldere nachten, of heldere dagen in dit geval, gaat samenhoren. Binnenland van Australië, gans die regio, Namibië, Botswana, de noordkant van Zuid-Afrika. En dan zeker het noorden van Chili, de Atacama-woestijn. Ben ik nog niet geraakt. Hopelijk komt dat er ooit wel eens van, want dat zou nog ietsje beter kunnen zijn, hoewel het loopt elkaar allemaal niet ver uiteen. Maar dan is er eigenlijk nog een derde factor. En die derde factor is, we willen naar het zuiden. We willen eens de andere kant gaan bekijken. Want effectief, hoe zuidelijker dat u gaat, ook hoe meer u de sterren van het zuidelijk halfrond gaat zien. In België, 51 graden noorderbreedte, zijn we gelimiteerd tot min 39 graden sterrenhemel. Ga je zuidelijker, dan winnen we daarmee. En ik heb daarvoor een paar kaartjes voorbereid. Dit toont bijvoorbeeld, dit is nu voor de wintermaanden, wat kunnen we zien vanuit België. Je ziet en je herkent duidelijk de grote beer. Let vooral op de positie van de Poolster. En hier in het zuiden natuurlijk het overbekende sterrenbeeld, typisch voor de winter, Orion. Gaan we naar het zuiden van Europa gaan kijken, dan zie je, ja, daar komt in het zuiden toch al een klein beetje bij. Genoeg om het de moeite waard te maken, maar het is beperkt. Ga je naar de Canarische eilanden, wel, dan komt daar inderdaad al een heel stuk bij. We hebben hier die heldere ster Canopus,
die erbij komt. En je merkt ook heel duidelijk hoe dat die Poolster in het noorden lager komt te staan. Hè. Want ja, there's no such thing as a free lunch. Hè. Wat je wint aan het zuiden, verlies je aan het noorden. Maar dat is niet erg, want dat kunnen we van bij ons ook wel zien. Hè. Die afstand ongeveer, wel, dat maakt toch al dat we objecten zoals hier, die magnifieke bolvormige sterrenhoop Omega Centaurus kunnen we zien. Ik zeg bolvormige sterrenhoop, maar dat ding is zo groot dat astronomen zelfs twijfelen, is het wel een bolvormige sterrenhoop of is het gewoon een heel klein melkwegstelseltje? Daar zijn we nog niet over uit. Je ziet ook die melkweg, hè, en zeker het centrum van ons melkwegstelsel, dat zit hier in het sterrenbeeld de Boogschutter. Wel, bij ons in België ligt dat quasi op de horizon. Wel, alles wat hieronder zit, is extra. En dan zitten we nog altijd in het noordelijk halfrond. Ga je nog ietsje zuidelijker, dan gaan we naar de Cariben bijvoorbeeld, hè, als populaire vakantiebestemming. Wel, hè, kijk eens waar die Poolster dan komt te staan. Kijk eens hoe dat Orion al bijna in het zenit, hè, dus het punt boven je hoofd, komt te staan. Dan begin je objecten te zien, hè, maar die komt nog terug in de lezing, de Eta Carina-nevel. Heel speciaal object. Maar dat verdrinkt natuurlijk nog in het niks met als we echt die andere kant, als we de Evenaar voorbij gaan. Wel, hier zie je het, hè. De Poolster is verdwenen. Ah ja, in het zuidelijk halfrond kan je de Noordpoolster niet meer zien. Moet je het stellen met dat hele zwakke broertje ervan, hè, Sigma Octantis, de Zuidpoolster. Kijk eens waar die Orion nu staat. Hè. In de Caraïbe kwam die nog net niet in het zenit. Hier gaat hij voorbij het zenit. Hij staat eigenlijk al in het noordelijke deel van de sterrenhemel. Misschien ook duidelijk als ik dat met een paar fotootjes toon. Dit is een stukje van de sterrenhemel onder, zeg maar, het sterrenbeeld de Maag. Typisch gebied om in de lente te bekijken. Zo ziet het eruit vanuit België. Ik heb geprobeerd van in al mijn opnames datzelfde stuk sterrenhemel terug te vinden. Lukte niet altijd perfect, hè, want nieuwe camera's, nieuwe lenzen, maar toch. Dit is vanuit het zuiden van Frankrijk. Dit is vanuit La Palma. He, dus je ziet hoe dat stukje hemel langzaam naar boven schuift. En vooral hoeveel extra hemel eronder bij komt. Maar ik kan het u niet tonen voor Zuidelijk Afrika, want dit figuurtje, ja, staat gewoon buiten beeld als ik de horizon ook nog wilde fotograferen. Dus ik denk dat dit alles samen al meer dan genoeg redenen zijn om is naar de andere kant te gaan kijken. Goed, nu de beslissing gevallen is, we gaan op reis naar het zuidelijk halfrond. Wil ik jullie even wat de historiek weergeven van onze, ja, van onze kennis van die zuidelijke sterrenhemel. En wat wij nu kennen als de sterrenbeelden, eigenlijk vloeien die nog voort vanuit de klassieke Grieks-Romeinse beschaving, die het eigenlijk op hun beurt hadden overgenomen, deels van de Babyloniërs, van de Sumeriërs. Want andere culturen, hè, zeg maar China, maar evengoed de Aboriginals als de Indianen in de Andes, die hadden hun eigen figuurtjes wel aan de hemel. Hè. Maar dus wat wij nu als de sterrenbeelden kennen, dat komt dus van bij de Grieken. Dat is voor een deel ook overgeleverd, maar vooral ook verfijnd door de klassieke Arabische wetenschap. Wanneer het hier de donkere middeleeuwen waren, dat was juist de bloeiperiode, zowel in het huidige Irak als in Marokko als in Egypte, waren zo'n aantal van die broeihaarden van wetenschap toen. Maar dan moet je deze kaart bij bekijken. En ik heb het nu typisch over de Grieks-Romeinse kennis. Die kenden de sterrenhemel die zij konden zien. En zeker die Grieks-Romeinse beschaving, dat liep eigenlijk
tot Egypte. Hè. Vergeet niet, we spreken van de tijd dat Alexandrië opgericht werd en zo. Dus dat liep eigenlijk tot het zuiden van Egypte, de hoeveelste cataracte van de Nijl, weet ik niet juist. Maar dus het stuk hemel dat je tot op die noordenbreedte kon bekijken, kenden de Grieken dus al. Dat is een pakje meer dan wij konden zien. Werd verdeeld in onze huidige sterrenbeelden, uitgedrukt in 48 sterrenbeelden. Er waren nog een paar andere in die tijd en een paar die nog niet opgesplitst waren. Was al beschreven in een aantal werken uit die tijd. Tot 65 graden ga je. Maar dus al de rest is van recentere datum. De andere 40 sterrenbeelden, die kwamen er pas toen we voor de eerste keer naar het zuiden gingen. Dus toen de klassieke Europese ontdekkingsreizen begonnen. Vanuit Portugal, vanuit Spanje en dan Engeland, Frankrijk, Nederland. Dus ja, de jaren 1400, 1500, dan pas begon men aandacht te hebben voor ja, wat zit er nog onder. En dan zowel qua cartografie van de aarde, maar ook qua cartografie van daarboven. Figuren als een Magellaan en zo. En dan heb ik goed nieuws, want een behoorlijk deel daarvan is Vlaams. Weinig gekend, maar van die 40 zuidelijke sterrenbeelden zijn er al 12 die eigenlijk bedacht zijn door een Vlaming. Enfin, een Vlaming, België, Vlaanderen bestond toen nog niet. En hij is moeten wegvluchten, ook weer een constante vaak. Petrus Plantius, hè, want in die tijd was het nog de gewoonte van uw naam te latiniseren. Eigenlijk heette die kerel gewoon Pieter Platenvoet. Hij was afkomstig van Dranouter, maar we zitten hier wel in volle godsdienstoorlogen. Hè. Wij vallen nog onder de Spaanse Nederlanden. Stilletjes aan hadden de noordelijke Nederlanden, die dominant protestants waren, hadden zich al afgescheiden. We hadden hier in Vlaanderen nog heel veel protestantse milieus. Denk maar aan Gent bijvoorbeeld, denk maar in de Vlaamse Ardennen, Horebeke, maar ook daar in de Westhoek. Alleen, ja, dat was niet wel gezien door de Spaanse overheid. Dus veel van die intellectuelen uit die tijd zijn moeten vluchten naar Engeland, maar vooral ook naar Nederland. Zo ook onze Petrus Plantius. Nu, bij het vluchten naar Amsterdam toe, had hij wel al een aantal, vanuit Brussel dan, een aantal kaarten meegenomen. We weten niet goed hoe dat eraan geraakt is, want Portugese kaarten, en zeker in Portugal, maar ook in Spanje, was dat letterlijk staatsgeheim. Hè. Zij waren al naar die landen, hè. Portugal bijvoorbeeld, had de wereld rondgevaren, was naar Brazilië en zo. En die kaarten die ze daar maakten, die waren staatsgeheim. Hoe is onze Petrus Plantius eraan geraakt, is niet duidelijk. Maar in elk geval, dat gaf hem al een goede basis voor zijn latere carrière. Want in Amsterdam was hij behalve dominee, was hij ook cartograaf. En vooral gaf hij les rond cartografie en rond hemelkennis. En hij vroeg dan ook aan zijn studenten, en die studenten dat waren stuurlui, dat waren kapiteins, dat waren de mensen die in het, ja, het beginnende milieu daar, hè, je weet, want de Nederlanders zijn naar Novaya Zembla in het noorden geweest, zijn naar Zuid-Amerika, Mid-Amerika geweest, hè, vandaar Suriname, vandaar Curaçao en zo, en zijn vooral, hè, dat is het meest bekende, naar de huidige Indonesië geweest. En veel van die kapiteins hadden dus les gekregen van onze Petrus Plantius. En hij vroeg hen duidelijk van, doe metingen, breng cartografische gegevens mee terug, maar kijk ondertussen ook naar boven. Breng mij ook gegevens terug van die sterrenhemel. En dus zo komt het dat Petrus Plantius, die nooit het zuidelijk halfrond gezien heeft, die nooit de sterrenhemel van het zuiden heeft kunnen zien, maar toch de eerste geweest is om dat goed in kaart te brengen en die sterrenbeelden uit te vinden. Hè. Dus niet alleen heeft hij dan kaarten gemaakt, in dit geval een stukje van Indonesië, maar dus ook, hè, en hier zie je dat stukje van de sterrenhemel met zijn 12 sterrenbeelden. Nu, 12 van de 40 zijn er dus nog een aantal
Wel, die zijn bijna Belgisch. Dus het gaat heel goed met ons, alleen weten we het niet. Een heleboel. En daarnet merk je, als je naar de namen gekeken hebt, ook typisch voor die tijd, hè, men keek ook naar niet alleen die nieuwe landen, de cartografie ervan, maar ook naar de volkeren die daar woonden, maar ook naar de fauna en flora. Dus vandaar de meeste namen van zijn sterrenbeelden waren vogels, en soms mythologische, maar goed. Terwijl hier, we zitten weer een eeuw later, let eens op, veel technischer. Dingen als ja, de microscoop, het horloge. Technische, maar ook vooral recente technische uitvindingen. De telescoop zit daarbij. En ook iets, let eens op, die Tafelberg. Want de kerel die deze namen bedacht heeft en die sterrenbeelden uitgetekend heeft, was een Franse geestelijke, l'abbé de La Caille. En die kerel, prachtige waarnemer, heel minutieuze waarnemer, maar die woonde eigenlijk bijna in België. Die woonde in wat nu de Franse Ardennen zijn, een plaatsje dat heet Rumigny. Als je van onder Couvain-Chimay de grens overrijdt, twee dorpjes verder, dat is het ongeveer minder dan 10 kilometer van de Belgische grens. Ja, hadden we ons in het verleden ietsje beter geweerd tegen de Fransen, dan had het misschien wel Belgisch grondgebied geweest. Maar zoals gezegd, een fantastisch goede waarnemer. Die is nogthans maar enkele jaren naar het zuidelijk halfrond geweest. Heeft waargenomen van vlakbij Kaapstad. Kaapstad dat op dat moment dus al Nederlands grondgebied was, een Nederlandse kolonie. Heeft daar bijna zijn gezondheid op in gedrang gebracht, doordat hij zo... Ja, elke nacht wou waarnemen, zijn rust had geen belang, voedsel was alleen maar noodzakelijk, omdat het nu eenmaal moet, maar waarnemen. Is dan ook nog, toen het echt niet meer kon, wegens rivaliteiten, wegens ook politieke redenen, naar l'île Maurice gegaan, naar La Réunion, hè, dat waren twee kleine eilandjes in de Indische Oceaan, nu nog altijd Franse overzeese gebieden. En hij heeft nog een veel groter stuk van de sterrenhemel dus verdeeld in sterrenbeelden. Maar zoals ik zei, een van die sterrenbeeldjes die erbij zit, heet Mensa, de Tafelberg. En die Tafelberg, dat is effectief wel het symbool van Kaapstad. En eigenlijk is dat een soort van bedanking voor... Hij zag dat elke nacht, terwijl hij zijn hemel in kaart bracht... keek hij boven die Tafelberg uit, en dus heeft hij die ook maar vereeuwigd aan de zuidelijke sterrenhemel. Maar waarom nu specifiek naar daar trekken? Wel, we hebben het daarnet al gezegd, hè, klimaat en alles. Maar ook, waarom wil je die zuidelijke sterrenhemel gaan bekijken? Wel, we weten het, het gras is altijd groener aan de andere kant. In de sterrenkunde is dat letterlijk zo. Van alle soorten objecten die we hebben, hè, sterrenhopen, nevels, melkwegstelsels, bolvormige sterrenhopen, wel, quasi alles dat we hier in het noorden kunnen tonen aan onze bezoekers, is daar aan de zuidelijke sterrenhemel een beeld een beter, helderder, groter, mooier alternatief. Enkel voor open sterrenhopen blijf ik erbij, de Pleiaden, het zeven gesternte dat we in de winter zien. Dat steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Maar dat kunnen ze vanuit het zuidelijk halfrond ook bijna overal zien. Vandaar dat winnen wij niet ten opzichte van hen. Maar wat zij wel hebben en wij niet hebben, gaan we straks heel wat voorbeelden van zien. En ook, maar dit is ietsje minder ernstig wat nu volgt, een heleboel van die sterrenbeelden kom je daar in levende lijven tegen. En eigenlijk toon ik dit nu allemaal gewoon om jullie wat te laten watertanden, want je gaat naar een land als Namibië niet alleen om te gaan sterren kijken. Dat zou doodzonde zijn. Het is een land met een fantastische bevolking, heel vriendelijke mensen, een beetje terughoudend soms, maar helemaal veilig ook. Maar met een fauna en een flora, en dan moet je wel eerder naar het noorden gaan. Die beetje subtropische regio naar de grenzen met Angola, naar Zambia toe. Daar is het natuurlijk ook veel vochtiger, zeker in het regenseizoen. En wat je daar allemaal tegenkomt, maar
Een sterrenbeeld dat we bij ons kunnen zien, een heel zwak sterrenbeeldje, de giraf. Raar genoeg in het Latijn, Camelopardalus. En dat wordt heel vaak vertaald naar het Nederlands als kameelpaard. Maar die pardalus slaat niet op paard. Dat is hetzelfde zoals luipaard. Komt ook van leopardalus. Eigenlijk betekent dat gevlekt. Dus een luipaard is een gevlekte leeuw. En een camelopardalus, een giraf, is eigenlijk een gevlekte kameel. Wel, kamelen heb je daar niet. Giraffes des te meer. Vanzelfsprekend, een van de mooiste en best zichtbare sterrenbeelden aan onze noordelijke hemel trouwens, is de leeuw. Wel, ja, dat is toch een van de big five die je daar op safari kan tegenkomen. Mocht u eraan twijfelen, ik had een behoorlijke telelens mee. Je komt daar behoorlijk dichtbij bij die beesten, maar je moet toch voorzichtig zijn. De jachthonden, wel, elke safari-gids zal u zeggen, de allerbeste jachthonden die er zijn, zijn deze wilde honden. Wilde honden, meest efficiënte roofdier dat er bestaat. Leeuwen, zes luipaarden, die er toch onbekend staan, die gaan maar één op de zoveel keer dat ze op jacht gaan, ook daadwerkelijk buit hebben. Van wilde honden wordt gezegd, als ze effectief aan de jacht beginnen, bijna altijd gaan ze een prooi ook hebben. Ze jagen in meutes, ze jagen op een heel efficiënte manier en het is echt teamwork. Dus de jachthonden. Het sterrenbeeld de hagedis, klein sterrenbeeldje aan de noordelijke sterrenhemel. Wel, daar heb je behoorlijk grote hagedissen. Dit heet de Nijlhagedis of de Nijlvaraan. Dingen van meer dan een meter groot, hè. De arend kunnen we in dit seizoen nu mooi zien opkomen, 's avonds, iets later op de avond in het oosten. Wel, Afrikaanse visarend. Raar sterrenbeeldje, wat we allemaal kennen als de steenbok, maar op deze oude figuur zie je die steenbok, dat is eigenlijk een geitenvis. Een combinatie van steenbok of geit vooraan, vis achteraan. En in die Griekse mythologie zat het vol met dat. Denk maar aan de Minotaurus. Een combinatie van stier en mens. Denk aan kentauren. Een combinatie van paard en mens. Wel, die steenbok die wij nu kennen, was eigenlijk ooit, al in de Babylonische tijd trouwens, een geitenvis. Wel, een steenbok. Dit is wat ze daar in Zuidelijk Afrika een steenbok noemen. Heeft niks te maken met dat beest dat we hier in de Alpen of de Pyreneeën kennen, of op Sardinië, maar dit noemen ze steenbok. Vergeet niet, veel van die namen zijn gegeven door de Nederlandse kolonisten, de boeren. En dus vandaar, bij die namen van beesten zitten er heel veel dat voor ons gewoon Nederlands klinkt, maar dus eigenlijk Afrikaans is. Steenbok, de stier, wel ja, meest indrukwekkende stieren en ook, dat schijnt, het allergevaarlijkste beest daar, samen met krokodillen en nijlpaarden. Maar de Afrikaanse buffel, de Kaapse buffel, gigantisch gedrocht. Het kan ook veel kleiner, schorpioentjes, wel, schorpioentjes kom je daar tegen. Dat is trouwens een tip, wie geïnteresseerd, die naar daar gaat en interesse heeft in schorpioenen, of net het omgekeerde, een lichte fobie heeft voor schorpioenen, wel, neem een UV-lampje mee. Het exoskelet van die schorpioenen, dat ligt op onder een blacklight, onder een UV-lamp. Ik had er nog geen mee, maar dat moeten we ooit bij gelegenheid eens de proef op de som nemen. En dat vertellen we daarnet al, hè? De Tafelberg boven Kaapstad. Niet echt de meest overtuigende foto die ik in mijn archief gevonden heb, maar zo ziet die Tafelberg eruit van als je bijna aan die touwen die je daar ziet lopen, dat zijn de touwen van de teleferiek waarmee dat je de Tafelberg op kunt vanuit Kaapstad centrum. Het mythologische sterrenbeeld de eenhoorn. Ja, u kan het al raden, hè. Wat ga ik als eenhoorn gebruiken? De neushoorn. Ik heb wel een beetje moeten zoeken naar een foto waar dat
de tweede horen, hè, want die hebben allemaal, het is bicornis, de wetenschappelijke term van dit beest. Maar laat ons zeggen, hè, op deze foto ziet het eruit als een eenhoorn, wel een nogal fors uitgevallen eenhoorn. Het vosje, klein sterrenbeeldje, ook typisch voor deze periode, midden in die gigantische zomerdriehoek die we nu zien. Wel, dat is hetgeen dat het best bij een vosje komt. Ik weet wel, het is een jakhals. Maar als je echt vosjes wilt vinden in Afrika, ga meer naar Ethiopië moeten gaan. De draak, niet zo'n mooie, kronkelende Chinese draak, maar een prehistorische draak. Een van de gevaarlijkste dingen in Afrika, de krokodil. Blijft dus ook best op afstand en gebruik een telelens. En ja, niet alleen dieren. Hè. De ossenhoeder, wel, hier in België ga je die niet meer tegenkomen. Daar wordt er nog met paard en kar en os gewerkt. Dat natuurlijk allemaal ietsje minder ernstig, maar dat kan je allemaal in dit fascinerende land tegenkomen. Eventjes, tussen haakjes, het relief ook weergeven. Je zal merken, de kust is redelijk vlak. Dat is dan die Namib-woestijn. Het binnenland naar Botswana toe, naar het noorden van Zuid-Afrika, heb je die Kalahari-woestijn. Maar de twee worden een beetje van elkaar gescheiden door een, het is geen echt hooggebergte, maar toch hoogvlakte en een bergketen. En de hoofdstad Windhoek, niet toevallig, ligt toch wel op de grens van die hoogvlakte. Waardoor het klimaat daar ook ietsje gematigder is. Niet zo heel warm in de zomermaanden en een beetje wind. Ook al net ietsje vochtiger. En vandaar niet toevallig dat men daar de hoofdstad van gemaakt heeft. Omdat het klimaat daar toch wel ietsje beter te harden is. Dan zie je ook aan de neerslaghoeveelheden, hè, in het noorden. En dat rare, het is echt wel een... Nog een artefact uit de koloniale tijd. Hè. Duitsland wou proberen een weg te banen naar zijn andere kolonie, aan de andere kant van Afrika, naar Tanzania. Wou ook een weg banen naar die Victoria Falls, hè, langs de Zambezi-rivier. De Britten hebben dat dan wel tegengehouden. Maar dus dat zit nog altijd zo, ja, een handvat, letterlijk een handvat aan het land Namibië. Dat heette vroeger de Caprivi-strip, dat was politiek. Niet zo correct meer. Dus dat heet nu de Kavango-regio. Kavango, zoals in Okavango, hè, een van de bekendste toeristische regio's in het naburige Botswana. Merkt ook, in de buurt van Etosha, dat is het belangrijkste natuurreservaat, ook het allergrootste van Namibië, is het op jaarbasis ook ietsje vochtiger, maar we zeggen echt wel uitdrukkelijk op jaarbasis, hè, want je zit daar met winter en zomer, maar eigenlijk vooral met droog en regenseizoen. Je merkt naar het zuiden toe, dus de ganse Kalahari-woestijn, heel, heel droog. De vochtigste gebieden komen bijna in de buurt van de neerslag die we in België kunnen hebben, maar dan heel uitdrukkelijk tijdsgebonden, hè, een paar maanden. Dat begint eind november zelfs een beetje, als de regens niet uitvallen. Dan mindert het een beetje en dan vanaf februari, maart heb je dan de echte grote regens waar alles onder water kan staan. Temperatuur, hou er wel rekening mee, dat zijn gemiddeldes. Hè, en zeker in de woestijn is dat belangrijk om te beseffen, want overdag kan het daar gloeiend heet zijn, over de 40 graden. 'S Nachts kan het in de winter vriezen in de woestijn. Wat sommigen al gemerkt hebben, een van de meest actieve vrijwilligsters op Mira, is iemand die nu in haar eerste jaar sterrenkunde zit, is vorig jaar daar op missie, zeg maar, gegaan, hè, als vrijwilligster helpen in een dierenopvangcentrum. En die sliep 's nachts in een tentje en een dikke slaapzak was wel nodig, wist ze mij te vertellen. Afstanden. Onderschat die dingen niet. Hè. Van helemaal bovenaan, hè, aan de grens met Angola, tot helemaal onderaan aan de grens met Zuid-Afrika, zit je met een afstand die vergelijkbaar is als van België tot Madrid. Hè. Dus je bent al gans Frankrijk door en de helft van Spanje, voordat je aan de andere kant van Namibië zit. Dus als je dat... Pas op, de wegen zijn er echt wel in goede staat.
De hoofdwegen zijn geasfalteerd, spiegelglad. Ik durf zelfs zeggen in betere staat dan sommige wegen hier na de winter in België. Maar natuurlijk, het is een heel groot land en heel dun bevolkt. Dus je hebt enkel maar een paar hoofdwegen, noord, zuid, oost, west. Daarnaast zijn het veldwegjes, die ook goed onderhouden zijn. Ik zag daar bijna overal en elke keer dat we er gingen, waren er wel wegenwerken bezig. Maar dan is het wel die veldwegen gewoon afvlakken. En vooral dus de sporen proberen weg. Want ja, met al die kiezels en al dat steen krijg je zo spoorvormingen. Maar dus geen slecht woord erover. Maar het is toch wel handig, zeker als je een beetje afgelegener locaties, en je bent nu eenmaal in zo'n land om dat te doen, als je een beetje een goede wagen hebt. 4x4, als je het echt serieus wil doen, maar met een gewone wagen raak je ook al heel ver. En je ziet ook, geen wild kamperen, maar toch wel heel afgelegen campingplaatsen. Sommige campings zijn daar letterlijk kilometers groot, dus uw eerstvolgende buur zit 500 meter verder of zo. En op waanzinnig interessante locaties. Hè. En die wegen die lopen soms gewoon door privé-eigendom, dus dan moet je even wel goed kijken of dat er niet te veel wilde beesten in de buurt zijn. Poortje open en daar weer door. Hè. En dan is het kilometers en kilometers terug. En de ervaren Afrika-gangers, en ik beschouw mezelf nog lang niet als zoiets, die hebben het een beetje meesmuilend over miles and miles of bloody Africa. Echt kilometers en kilometers rijden zonder iets tegen te komen, zonder iemand tegen te komen, zonder een tegenligger, behalve dan heel veel stof. Ja, dat is er soms wel aan te zien. En dan kan je zo'n dingen maken. Hè. Je zet de camera langs de weg en dan, behalve wat vliegen op de achtergrond, niemand, hè. Tot er dan in de verte een stofwolk opduikt. Hè. Want je ziet effectief van kilometers ver wanneer dat er een wagen komt. En vergeet niet, we rijden aan de linkerkant, hè. Na de Duitsers zijn de Zuid-Afrikanen daar gekomen. En dat was een Engelse kolonie, dus die rijden aan die andere kant. Dat is het grootste deel van het land. Het noorden van het land, hè, terug die Kavango-regio, daar kan het wel vochtig genoeg zijn. Daar heb je ook een aantal grote rivieren. We zitten hier op de hoogte van de Zambezi. En net voordat het regenseizoen eigenlijk begon, maar je zag toch al behoorlijk wat regenwolken, bijna van die dramatische wolkjes. Ik laat jullie gewoon een beetje meegenieten van de flora, maar in dit geval vooral van de fauna. Die impala's, dat je overal in Zuidelijke Afrika tegenkomt. Maar ook iets groter. De camerabeelden zijn hier niet zo goed, maar ik wou jullie nog eventjes tonen. Giraffes op de achtergrond. En voor de fun even een experimentje met de camera gedaan. En ik kan u al verzekeren, de camera heeft het overleefd. Die camera heeft niet de ganse reis overleefd, maar dat is een ander verhaal. En dit soort magnifieke en unieke rotsformaties. Veel mensen kennen iets dergelijks vanuit Utah in de Verenigde Staten, maar ook daar, spitskoppen heet dat daar. En
Ik heb er even van geprofiteerd om ook daar de sterrenhemel te filmen. En toeval of niet, je ziet die band van de Melkweg die bij het begin eigenlijk evenwijdig staat aan die natuurlijke boog, aan die natuurlijke brug daar, wat het effect natuurlijk nog extra interessant maakte. En de flora, en vooral de boom rechts, zal iedereen wel herkennen. Dat is die fameuze apenbroodboom, de baobab, waarvan veel legendes in Zuidelijk Afrika zeggen van ja, maar die is gewoon door God ondersteboven in zijn woede naar beneden gegooid. Dus de wortels steken zogezegd naar boven de rest naar beneden. Zoals ik zei, prachtige hemels. En niet alleen 's nachts, hè, ook heel blauwe, transparante lucht overdag. En hier zie je net na zonsondergang, tegenover de zon trouwens, die anticrepusculaire stralen. Blauw, blauw, blauw.